Hoi, ik ben Boris en je kijkt naar een nieuwe video van Wilgenrijk TV. In een eerdere video hebben wij het natuurlijk gehad over de watergangen van Wilgenrijk. Daar werden wij meteen geadviseerd om een bezoekje te brengen aan het Hoogheemraadschap. Daarom zijn we vandaag voor deze video helemaal aan Delft om te kijken wat het Hoogheemraadschap nou precies doet en wat het te maken heeft met Wilgenrijk. Kom mee! Hi, hallo, goedendag. Goedemiddag, jij bent Boris. Ja, klopt. Welkom hier. Ik ben Manita van het Hoogheemraadschap van Delftland, Manita Koop. En jij wilt graag zien wat het Hoogheemraadschap allemaal doet. Juist. Nou, dat ga ik je laten zien. Ga je mee? Graag. Kom maar. Kijk, Boris. Wat je hier ziet, is het gebied van het Hoogheemraadschap van Delftland. Zo. Prachtig weergegeven op een oude klassieke kaart van 1712, gemaakt door de gebroeders Krukius. Ze heten eigenlijk Kruik, maar Krukius, dat klonk beter. En ze hebben het hele gebied, slootje voor slootje, hebben ze in kaart gebracht. Met kettingen, met de stand van de zon, met de kerktorens. En het klopt nagenoeg nog helemaal. En je ziet hier de kustlijn, want dat past beter op de kaart. En hier zie je Wilgenrijk, dit gebiedje. En de Weverskade, die staat er ook nog op. Waar staat die? Hier, de Weverskade. Hier, de Weverskade, ja. Leuk. Leuk, wow. Hè? Het Hoogheemraadschap van Delftland zorgt voor droge voeten, voor voldoende water, voor waterveiligheid en voor waterkwaliteit. Het zijn eigenlijk drie hoofdtaken die wij voor de inwoners in dit gebied verrichten. En dat is, het lijkt eenvoudig en heel veel mensen die weten dat niet en die denken dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat is het niet. Wij leven hier onder zeeniveau, dus dat betekent dat we voortdurend water moeten pompen naar zee, maar ook moeten water vast moeten houden. Je zag net die Krukiuskaart met al die watergangen. Nou, dat is niet voor niks, dat is ook om het water te reguleren. En vertaald naar nu, in het verstedelijkt gebied, ziet het er ongeveer nu zo uit. En onze collega's die zorgen ervoor dagelijks, die zorgen er dagelijks voor dat het hele gebied op orde is voor wat betreft het waterpeil. We staan hier in een prachtige kamer, vol met alleen maar schermen. Bijvoorbeeld hier, hoe werkt de regelkamer nou? Hoe haal je iets op peil? Nou, hoe we het precies op peil houden, ik mag hier niet aanzitten. Maar dat mag Jeroen even uitleggen. Dit hele indrukwekkende scherm wat je hier achter je ziet, dat is eigenlijk het moderne middel van het waterschap om de boel droog te houden. Vroeger gebruikten we daar molens voor. Tegenwoordig gebruiken we daar computers voor. En elektriciteit en heel veel gemalen en stuwen. En dit is natuurlijk veel te veel voor één persoon om allemaal in de gaten te houden. Dus zo'n systeem vat het eigenlijk voor je samen. En wat je nu ziet, groen is goed. Als het groen is, gaat alles goed. In een vorige video van Wilgenrijk TV hebben wij geleerd dat wij in Wilgenrijk een gemaal hebben die op maat gemaakt is onder een brug. In hoeverre is dat bijzonder? Ieder gemaal van Delftland is heel bijzonder, maar dit gemaal in Wilgenrijk is extra bijzonder omdat het in een holle pijler van een brug is verwerkt. Het is een gigantisch apparaat en doordat we het hebben verwerkt in die pijler, geeft het geen inbreuk in het landschap, neemt het geen extra ruimte in de openbare ruimte. En het is ook in die zin is het ook kostenefficiënt en wellicht ook wel een beetje milieuefficiënt. Wij hebben in Wilgenrijk natuurlijk een enorme hoeveelheid aan watergangen. Maar hoe komt zoiets nou echt tot stand? Een wijk met watergangen komt eigenlijk tot stand doordat mensen een visie hebben op die ruimtelijke ontwikkeling. Enerzijds op waterbeheer en anderzijds ook op het woongenot van mensen. Nu is het heel actueel, we moeten overal waterberging, maar zoals het in Wilgenrijk is gegaan is eigenlijk geweldig, heel visionair. Er is al toen rekening gehouden met klimaatverandering en met het woongenot van mensen. En dat ook wonen aan het water een enorme meerwaarde heeft qua woongenot. Maar ook nu blijkt, en dat is actueler dan ooit, dat het ook een heel belangrijke rol heeft in de voorbereidingen op de klimaatverandering, die eigenlijk nu ook al aan de gang is. En kunnen de bewoners hier nou iets aan doen?
Jazeker. Bewoners die kunnen heel goed ervoor zorgen dat hun tuin ook klimaatadaptief is, zodat ze het water opvangen en langer vasthouden. Dat kan bijvoorbeeld door een regenton te plaatsen, maar ook door die tuin niet te betegelen, maar zo groen mogelijk te houden, zodat die sponswerking van de bodem wordt verstevigd. Of door sedumdaken op schuurtjes of op het eigen dak. En daarmee hou je het water langer vast. En bovendien wordt het ook veel aantrekkelijker, zo'n hele wijk. Manita, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit leerzame bezoek. We weten wat we als bewoners kunnen doen. En tot een volgende keer misschien. Tot de volgende keer, Boris. En als je nog vragen hebt, altijd van harte welkom. Dankjewel. Jij ook. Bye bye. Dag.